Waarin wij ons met onstuitbaar enthousiasme buigen over de schepping en haar schepsels. Een nobele missie waarin ik me graag laat bijstaan door deze vier Darwiniaans uitgeselecteerde zoog- en toogdieren. Een man die ons uitdrukkelijk verzocht om het in deze intro eens niet over zijn gezichtsbeharing te hebben. Hier is hij, Henk Bakkeba Rijkaar. De vrouw die ons uitdrukkelijk verzocht om het in deze intro eens niet te hebben over haar serieuze cupmaat, hier is Karen D. Een man die bewijst dat bakkenbaarden niet per se onnozel hoeven te zijn, de Bradley Wiggins van de Vlaamse comedy, Wouter de Bree. En dé ideale schoonzoon voor moeders van blinde, dove en licht hersenbeschadigde dochters, Bart Kanaert. Dag Wouter. Goedenavond. Ja, zeg, je hebt in Zuid-Afrika gewoond. Ja, een jaar. Zeg, en heb je dan een cultuurschok als je terug in België komt? Ja, hier is geen cultuur, hè. En nogal, ik wil jullie niet slecht voelen, maar nogal saai eigenlijk ook. We zijn nogal saai land. Ja. Oké, dat is een goed begin van een humoristisch programma. Dag Karen, je bent hier al eens geweest, hè? Ja. Ja, dat was fantastisch. Ja, wij vonden het heel leuk. Ja. Vond jij het ook zo leuk? Ja, ik vond dat heel plezant. Ja? Ja. Ah, we hebben een kleine montage gemaakt die misschien het tegendeel doet vermoeden. Oei. Ah, zeg, dat spat tot hier, man. Nee, mannen, nee. Voeten. Zeg. Allee, zeg, alsjeblieft. Mannen zijn gewoon veel viezer. Oké. Okay. Zeer positieve indruk. Ja. Ja, maar dat waren maar een paar stukjes. Zeg maar ja, ik vroeg me dan af, zijn wij zo vies of zijt jij gewoon vies van heel veel dingen? Maar ik niet alleen, hè. Want jij doet nu zo precies of dat ik de enige ben. Maar iedereen die dat thuis heeft gezien, dacht hetzelfde als ik. Ben ik zeker. Wat vind jij zo het allervieste van alles? Voeten vind je heel vies, hè? Dat vind ik heel vies, ja. Wat is er nog viezer dan voeten? Oh, nee, die vraag overvalt mij. Wacht even, hè. Weet je wat ik vies vind? Ja. Tegenwoordig mogen we nergens niet meer roken, hè? Mm. Maar, dat is allemaal heel goed en wel. Maar als je nu een café binnenkomt, dat stinkt. Maar mensen, maar mensen. Als er vroeger mocht gerookt worden, dan rookte tenminste rook. Ja, maar ja, dat riekt ook niet goed, maar dat stinkt nog mensen nu. Dus als hij vindt dat je ook zo stinkt, dan vind je liever nog een asbak eronder vrij. Ja, maar weet je wat ik bedoel? Iedereen knikt ja, c'est voilà. En die mensen hebben voeten ook, hè? Oh. Ja, en in de zomer soms zie je die dan nog ook die voeten. Het zijn er ook altijd twee, hè. Dus eigenlijk, als iemand met u staat te babbelen en jij steekt de sigaret op, dan weet hoe laat dat is. Ja. Bo, dag Henk. Dag lieve. Ja, hallo. Zwerm, een nieuwe voorstelling. Ja, een ode aan de middelmatigheid, heb ik me laten vertellen. Ja, absoluut, ja. Gewoon omdat we... recensenten, hè. Ze vonden het een middelmatige voorstelling, wat dat eigenlijk een heel groot compliment is. Ja, omdat we zitten in een tijd waarin dat alles beter moet. We moeten in alles het beste zijn, we moeten in alles het beste hebben. En met alle gevolgen van dien, hè, iedereen is gestresseerd en iedereen heeft depressies of burn-out en zo. Dus om dat een beetje tegen te gaan, we gaan de lat een beetje lager leggen. We gaan niet meer streven naar het beste, we gaan streven om in alles de middelmatigste te zijn. Is dat uw instelling voor vanavond ook? Nee, ik was al niet meer aan het luisteren, sorry. Dag Bart. Dag lieve. Hallo. Ik heb het in de intro al gezegd, je hebt een soort ideale schoonzoon-imago. Ja, dat wist ik niet, ja, blijkbaar. Nee, allee. Ik weet het niet, ja. Ik ben toch nooit netjes gekleed. Dat krijg ik altijd commentaar op, ik had een slon zo uitzien. Ja, maar dat is het, de schoonmoeders die wel zeggen, maar je kunt er zo'n proper gast van maken. Zo'n kleine inspanning. Clever, hè.
Ja, zo vriendelijk en zo nooit slecht gehumeurd. En zo het klimaat en dat soort dingen. Het klimaat. Zijn de schoonmoeders daarmee bezig? Ah, top. Maar ik vraag me dan altijd af, is er al zo geen satanische kant aan u? Dat je denkt, van af en toe moet die bubbel barsten en dan komt er iets heel lelijk naar buiten. Ik weet iets, maar ja, zo. Ja, doe maar. Ik weet het eigenlijk. Ja, het doet u een piemel af en toe. Ja, maar dat is niet zo. Dat is een hele kleine piemel. Dat heeft niks met samen te maken. Dat is juist. Ik was fluisje, hè? Heeft zelfs de naam. Ja, nee. Het is pluis. Nee, dat is waar. Dat is, ik was het vergeten, maar dus Bart zijn piemel is een soort running joke in de Vlaamse comedy. Pluis was een beetje ziek, hè, toch? Oké, dus om het eventjes te schetsen, Bart was aan het optreden, alle lichten vielen uit. Dat duurde eventjes toen het licht terug aanhing, was Bart zijn rits open en hing er een flieter uit. Bart deed gewoon verder met de comedy show alsof er niets aan de hand was. En toen heb je ooit in The Joker, in Café The Joker... Te veel, je vergeet dat te veel. ...heeft hij een poppenkastje gebouwd. En zei van, ja jongens, ik ben dan nu wel een beetje beu. Altijd die mopjes over mijn piemel. Het is nu voor eens en voor altijd, ga ik hem nog eens laten zien. En dan met de gordijntjes dicht, broek open en dan... Vada! Daar was pluis. Dat is niet waar, hè? Ja, nee, natuurlijk niet. Je moet echt opletten. Als Bart naast u doet, niet naar beneden kijken. Sowieso niet. Oké. Alleszins, tijdens dit programma zal ik jullie belonen voor juiste antwoorden en rake opmerkingen. En deze week beloon ik jullie met knuffeltjes. Knuffeltjes. Voilà. Kent er iemand deze knuffels? Pluisje zit ertussen. Zijn dat, denk, Pokémon-toestanden? Nee, dit zijn geen Pokémon-toestanden. Iemand die ze kent? Eencelligen of zo? Of bacteriën. Micro-organismen? Inderdaad, het zijn bacteriën en virusknuffels. Deze heeft een aids-linkse, dus dat is het aids-virus. Ik zeg niets. Het zijn allemaal... Ik heb iets gekregen van Bart. Dit is bijvoorbeeld het herpesvirus. Ja. Schattig. Ja. Je wilt dat toch, hè? Het is 1 miljoen keer vergroot. Goed. Voor we er onherroepelijk aan beginnen, moet ik nog iemand voorstellen. Er is iemand aanwezig, hij hangt boven ons, een soort mysterieuze entiteit, die alles wat wij vanavond zeggen kan verifiëren en controleren. Ik heb het over een gigant uit het digitale tijdperk. Hij wiens goddelijke stemgeluid galmt tot in de verste uithoeken van cyberspace. Googleman, ben je daar? Ik ben aanwezig, lieve. Goedenavond. Je verwacht dat je iets kan imposantere stem is. Ja. Ik ben aanwezig. Heb je al iets gevonden over onze kandidaten? Ja, voor Karen speciaal 2 hele mooie voeten. Oh, Bigfoot. Is dat van een mens? Nee, dat zijn mijn voeten. Dankjewel, Googleman. In de ronde Het is gebeurd concentreren wij ons naar goede gewoonte op rare verhalen die waar gebeurd zijn. Aan onze paneleden om te achterhalen wat er precies gebeurd is. We gaan eens kijken naar een filmpje. We only want to see arms and necks here. Pretty nice. Show me a little something. De man die net zijn t-shirt uitgetrokken heeft, heet Gary Turner. Het is een Brit. En er is iets speciaal aan hem waarmee hij in het Guinness Book of Records staat. Ik denk dat hij een kei lange nek heeft. Ja, zijn nek is redelijk lang, maar... Het zit in de buurt. Hij kan hem zijn hoofd 180 graden draaien. Zijn ziekte heet het Ehlers-Danlos-syndroom. Dat is een ziekte. Ja. Is dat het overstretchen van gewrichten? Ik ga u daar al een punt voor geven, maar dat is niet wat we zoeken. Je kan ze allemaal zo rondom doen en dat die terugkomen. En dan klap. Het klopt wat gezegd. Dus bij Ehlers-Danlos, uw bindweefsel is veel zwakker en elastischer. En veel mensen kunnen dan hun vingers overplooien en dat soort dingen. Maar bij hem heeft het hem op een ander orgaan gezet. Maar wacht, dus het is eigenlijk een ziekte dat hij wel heeft, maar het is niet wat... Dus mag, heeft hij griep? Nee, hij heeft Ehlers-Danlos, maar het zit niet op zijn gewrichten. Het zit op het grootste orgaan van zijn lichaam. Pluis. De huid. De huid, inderdaad. Punten voor Bart Kannaert. Ik kan nu dat zo... Gary Turner heeft de meest elastische huid op aarde en we zullen er eens naar kijken. Maar ik heb dat ook.
Een beetje om mijn... Nee, om mijn elleboog. Maar iedereen heeft een beetje... Ah, nee, dat heb ik nog nooit gezien. Maar allee, dat is toch... Ik vind dat... Oh. Bij ons is dat mooi glad. Ik heb dat aan mijn voeten. Wacht. Nee. Maar alleen maar, doe jij dat niet zo? Ja, maar dat is bij iedereen een beetje een soort van oude wijvenvelken hier. Zo. Maar de vraag is, hoe ontdekt je dat? Dat je zo ineens... Hè? Oh. Oh. Dat je denkt dat je aan je kogel aantrekken zit. Gary Turner heeft het heel specifiek ontdekt, omdat als hij 8 jaar was, nam zijn onkel hem heel graag mee op café om te bluffen bij zijn vrienden. Oh, oké. Okay. Zie ik hem met een kleine kan? Oh, ja. En dan gooit hier limonade, dat is beloning. Maar heeft hij daar verder last van of pijn? Of? Hij heeft zeer veel geluk. Ehlers-Danlos is een ziekte die 1 op 10.000 mensen treft, maar bij veel mensen zet het zich op de gewrichten. En dat kan heel pijnlijk zijn. Heel veel mensen belanden in een rolstoel. Maar hij heeft dus geluk dat het bij hem op de huid zit en dat hij op die manier nog kan rondlopen en dit doen. Kugelman, je hebt een aanvulling? Ja, lieve. Henk suggereerde daarnet dat Gary Turner zijn hoofd 180 graden kon draaien. Dat kon hij niet, maar er is wel degelijk een man die dat kan. Oh nee, ik wil dat niet zien. Oh ja! Dat is het moment waarop dat een osteopaat zegt... Stop, 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 stop! Dat is nog verder. Oh my god! Oh, fuck. En als je dan losschiet... En die... Maar op zijn rijexaam was hij dus gebuist omdat hij de spiegels niet gebruikte. Maar ja... Goed. We kijken naar enkele enthousiaste Zambianen in de jaren 60. Maar wat zijn ze precies aan het doen? Spring. Ja, dat klopt. Jutezak springen, maar zonder. Het is een training. En dit is een simulatie van iets. Ja. Ik wist niet dat die een ruimteprogramma had, eigenlijk. Punten voor Eikenwijk! Ja, super professioneel, ook hem. Effectief, Henk, dit is het Zambiaanse ruimtevaartprogramma. Uit de jaren 60. Dat is het, die Amerikaan die van die high-tech zwiermachines en zo. Nu kunt u een ton steken en van een berg duwen. Dat is hetzelfde gevoel, een beetje. Ja, het was midden in de space race. En dus de Zambiaan Edward Makuka Nkoloso, die dacht van, wij kunnen... Edward Makuka Nkoloso. Ja, voilà. Die dacht, wij als Zambia, wij kunnen ook meedoen met die space race. En die is dus begonnen met zijn eigen ruimtevaartprogramma. Hij wou naar de maan. En hij wou het doen voor de Amerikanen en de Russen. En is het gelukt? Hij heeft internationale hulp gevraagd. Aan de VN en aan Amerika heeft hij raketbrandstof gevraagd. Maar helaas niet gekregen. En ze hebben dan een katapult opgestuurd. Nog eens punten voor nee. hem. Nee! Ja. Oh, op een bepaald moment is er effectief een katapult geïnstalleerd. Ja. Die is niet gebruikt, maar daarna is hij toch weer een raket beginnen bouwen. Nu, het was geen officieel nationaal programma. Het was eigenlijk die Nkoloso die dat op eigen houtje... Het was die Nkoloso die dat op eigen houtje allemaal opgezet had. En ja, we gaan eens luisteren naar een interview met die man. This is the rocket launching site and my rocket is just here. Ground control. When will you fire off your first rocket and where will you send it to? I will fly it from Lusaka and if we go straight to the moon. Er is helaas weinig van terechtgekomen. Je kan wel nog steeds de overblijfselen van het Zambiaanse ruimtevaartprogramma gaan bewonderen in Zambia. En die zien er nu zo uit. Die staan er nog steeds. Schitterend. Goed. Hoe lang denken jullie dat een baardseconde is? Een baardseconde? Hoe lang is een baardseconde? Wacht, nog eens 1, 2, 3. Een baardseconde? Ja, kinderen, een baardseconde. Ik zal een tip geven. Heeft het met baardgroei te maken? Het heeft met seconden te maken. En ook met baardgroei. De snelheid, dan... Nee, dat is niet. Kijk, is dat dus, hoe lang dat je over je baard moet wrijven totdat je iets gevonden hebt? Ah, een vondst, een idee. Ik heb een vondst over 15 baardseconden. Nee, het is een term die gebruikt wordt onder kernfysici. Zij waren een beetje jaloers. De cosmologen hebben het lichtjaar voor hele lange afstanden, maar zij hadden niets voor de korte afstanden uit de kernfysica. Ah. Dus wat is een baardseconde? Ah, de lengte die een baard goed in een seconde. Punten voor Bart Kanner! Yes. Inderdaad.
als tegenhanger van het lichtjaar. Een baardseconde is eigenlijk de gemiddelde lengte die een baard groeit in 1 seconde. Volgens de baardseconde, als een baardseconde effectief 5 nanometer is, zou een baard ongeveer een halve millimeter per dag groeien. Want dus een nanometer is een miljoenste van een millimeter. Dit virusje, het herpesvirus, is 200 nanometer, ongeveer. 40 baardseconden. 40, effectief, 40 baardseconden. Dat wil zeggen, als je een herpesvirus naast je baard legt, dat in 40 seconden je baard daar voorbij gegroeid is. Effectief. Dus herpesvirus van mijn kloten. Allee, ja, nee. Mijn kloten, ja? Ah, ja, okay. En hoe is het met uw okselhaarseconde? Ik heb dat niet meer. Je hebt geen okselhaarseconde? Nee. Is dat echt? Ah, seconde misschien wel. Je hebt geen okselhaar meer? Nee, ik heb je dat laten flitsen zo. Jij krijgt nooit nog okselhaar? Nee. Allee? Nergens. Goed, ja. Googleman, een aanvulling. Ja, er bestaan ook oorhaarjaren, lieve. En deze man heeft er wel geteld 22. Maar jongens, toch. Oorhaarjaren. 22 jaar gespaard. Ik vind dat wel mooi. Het is niet uit zijn oor, het is echt op zijn oor. Ja, het is zo aan de zijkant hier, zo, ja, blijkbaar. Goed, ja. Goed, waarvoor wordt er reclame gemaakt in dit filmpje? Ah, ja. Voor op dieren opzetten? Opgezette beesten, ja, denk ik. Ja. Ik ga jullie alle twee punten geven. Henk, ken jij het? Ja, ik heb dat al eens zien passeren. Ja. En ken je ook nog de naam van de taxidermist die hier reclame maakt? Nee, want het is echt... Howdy, I'm there, I'm there. Het is echt een hillbilly gast. Ja. Inderdaad, hij heet Chuck Testa. Bring me your dead animals and I will stuff them for you. Dat is echt zo, ja. Ja, het klopt. Het is Chuck Testa. Het is een taxidermist, dus iemand die dode dieren opzet. En hij wou een reclamefilmpje maken voor op het internet. Ja, een reclamebureautje, een lokaal bureautje heeft dat gemaakt voor hem. En het ziet er dus zo uit. You probably thought this deer was alive. And this coyote was alive. And this pheasant was alive. They're not. They're dead. They've been taxidermized by Chuck Testa. Ojai Valley Taxidermy. I specialize in the most lifelike dead animals anywhere. Period. You probably think I am still alive. I'm dead. I'm stuffed. Nee, hij had een hele bekende catchphrase, dus een reclameslogan die hij enkele keren gebruikte in de rest van het film. If you kill it, I fill it. Is dat? Nee. Ook niet, maar dat is ook een goeie. Ja. En we gaan eens kijken naar zijn catchphrase. Look at that antelope driving a car. Just. No, just Chuck Testa. Oh no, there's a bear in my bed. No, Chuck Testa. Hold on a second. There's a leopard feeding on an impala out on my deck. No. Just Chuck Testa with another realistic mount. Shipped to me from anywhere. Call Chuck Testa for the most lifelike dead animals around, period. Did that rhino just order a drink? No. Oh, dus dit filmpje werd online gezet in de zomer van 2011. Het is direct viraal gegaan, zoals dat heet. Overal rondgestuurd en bekeken. Op enkele maanden tijd 11 miljoen keer bekeken. Intussen zit hij aan 13 miljoen views. En het is dus een internetmeme geworden. Een soort idee dat op het internet overal geparodieerd wordt en waar filmpjes en foto's van gemaakt worden enzovoort. We hebben er enkele voor jullie geselecteerd. Jezus is terug! Nope, just Chuck Testa. Grootmoeder is terug. Nope, just Chuck Testa. Kathleen is terug. Nope, Chuck Testa. En zijn hand zit druk iedere keer in. Ja, het is echt overal verspreid geraakt. Er zijn zelfs enkele muzikale parodietjes gemaakt, zoals deze. Chuck Testa. Chuck Testa. Chuck Testa. No. Chuck Testa. Dit was de ronde. Het is gebeurd. Er komt nu een kleine onderbreking en dan zijn we weer terug om onder andere uit te zoeken waar deze oren precies voor dienen. Tot zo. De heer schiep de mens en de mens, hij schiep lustig verder. In deze ronde nemen we enkele fascinerende creaties onder de loep. De ronde goed geschapen.
Bon, mijn eerste vraag lijkt duidelijk. Waar dienen deze oortjes voor? Ik heb er voor jullie allemaal meegebracht. Kijk, dus ik zal jullie dat elk... Ze hangen het vast. Dat is dan een oor kwijt. Goeie kok. Die elastiek achter uw hoofd... Huh? Ja, ik zal mijn haar wel opsteken. Dit tegen uw voorhoofd, allee, boven het linker oog. En dan hier zo... Dat knijpertje mag aan uw oorlel. Ja. Ik heb een nachtslag te maken. Is het elke keer als je aan seks denkt dat dat begint te... Vooral omdat dat nu bij ons moet. Ja, goed, waarvoor zou het dienen? Meet het hersenactiviteit. Het meet hersenactiviteit, ja. Het sneller dan bij mij. Ja. Dus meet dan hersenactiviteit. Allee, ja. Op welke dieren lijkt het? Katjes of zo? Een kat. Het zijn kattenoren. Wat doet een kat met haar oren? Luisteren. Maar ook emoties aangeven. Punten voor Henk Rijkaard, inderdaad. Oh, dit zijn, ja. Ik ben blij, hè. Je ziet het aan mijn oren. Ik ben blij. Ja. Dit zijn de Nikomimi Brainwave Cat Ears. Dus de hersengolf kattenoren. En deze sensor meet uw hersengolven. Ja? Deze meet uw hartslag. Ja? En op basis daarvan probeert dat apparaat te bepalen in welke gemoedstoestand je bent. En het plaatst de oren volgens de gemoedstoestand. Oké. Okay. We hebben... En wat wil het was zeggen? We gaan eens kijken. Er zijn 4 officiële expressies. Dus als ze naar beneden hangen, hoge mate van ontspanning. Als de oortjes op en neer gaan, een concentratie- en ontspanning-combinatie. Als de oortjes heel mooi omhoog gaan, een hoge mate van concentratie. Blijf de heer nu. Als ze omhoog gaan en wiebelen, dan heb je een hoge interesse. Voilà. Super interessant, lieve. Maar ik vraag me af hoe goed het werkt. Dus ik heb een soort shock nodig nu. Kunt jij eens in mijn gezicht slaan? Ik je? Ja. Oh, in dat gezicht. Ik heb dat gezicht. Ik bedoelde die kaart. Jij mag die ook slaan. Ja, dat kijk ik aan. Ja. Oh. En? Oh. Harder. Nee, maar nu ben ik in shock, want ik zag Bart Kannaars rechts staan. Ik dacht dat hij pluisje ging laten zien. Pluis, het is pluis. Maar dus, kijk, wij zijn nu vrij geconcentreerd, want ze staan redelijk omhoog. Henk is al redelijk ontspannen, nu niet meer, omdat ik hem aanspreek. Maar ik vind het een soort uitdaging om nu eens te proberen om echt volledig relaxed te worden. Dus... Maar dan val ik in slaap, ik zweer het. Ik heb maar 2 dingen. Ik heb dit en... Ja. Er is geen tussenstand. Goed, maar daar gaan we voor. Stijn Kolen kan misschien een track uit zijn nieuwe cd spelen. Oké. Okay. Stijn Kolen, een mooi rustig nummertje, alstublieft. Wij gaan proberen de oortjes naar beneden te krijgen. Mogen uw ogen toe? Top tv, wel. It's a brain. Oh, maar je mocht niet zingen. It's not the wall, it's the road. It's not the climb, it's the toll. It's not the falling, it's the brave. It's not the sight, but the crave. You swore a vow, and now you break it. I'm down with love, but I now hate it. Oh, ja? Bij wie lagen de oortjes plat? Oh, geen punten. Kutnummer, Stijn. Goed, dankjewel. We mogen de oortjes terug afnemen. Geef ze maar allemaal mooi door terug naar mij. Goed. Henk en Bart, jullie zijn landbouwingenieurs. Ja. Dat klopt. Bio-ingenieur eigenlijk. Bio-ingenieur. Ja. En bio-ingenieur landbouw, of landbouw? Landbouwingenieur. Boeren. Hebben jullie dan ook dierenverzorging gehad? Nee. Je niet, nee. Nee, bij mij was plantaardig, plantkunde. Ja? Nooit met vee bezig geweest? Nooit tot hier in een koe gezeten? Nee, jammer genoeg niet. Nee. Toch niet voor uw studie? Nee, nee was het zo. Maar kent dat, je hebt koude handen en je zit met de fiets en je ziet wat koeien staan. En je denkt, oh, even. Hè. Geen dierenverzorging, dan hebben jullie waarschijnlijk ook nooit olifantentandpasta moeten maken. Nee.
Nee. Nee. Dat is heel tof, want het maken van olifantentandpasta is een van de leukste chemische proefjes die er zijn. Het is een absolute hit in de chemieopleiding. Het is vrij simpel. Je neemt een beetje kaliumjodide en dan neem je waterstofperoxide, H2O2. Je kent dat wel, dat is het middel waar ook haar mee gebleekt wordt, waar haar zo blond mee gemaakt wordt. H2O2. Dat giet je samen, ook met een beetje zeepsop en kleurstof, en dan maak je eigenlijk olifantentandpasta. We gaan dat eventjes doen. Het is natuurlijk chemie, dus het kan een beetje spatten. En daar heb ik brilletjes bij voor iedereen. Make yourself sexy for science. We werken natuurlijk met haarbleekmiddelen, dus ik heb voor de veiligheid toch ook bommakapjes. Natuurlijk. Ik heb een bommakapjes meegenomen voor iedereen. Voilà, die is voor jou. Ziezo. Ja. Dat doe ik aan voor in de douche. Dus je hebt het achterste voren aan, vrees ik. Ja. Dus... Maar je doucht die blijkbaar niet zoveel dan. Nee, wat dat van de water doe ik aan. Ja, ja. Dat is uw regenkapje voor uw voorhoofd. Kijk. Ah, zo. Ja? Ik heb de indruk dat we toch een beetje belachelijk gemaakt worden. Nee, dat is echt. Het kan een beetje spatten en het is haar bleekmiddel, dus we moeten dat wel. En, bon, ja. Ja, nee. Ik moet eerlijk zijn, het kan echt wel een beetje spatten, dus we gaan toch nog ook iets over ons kleren doen. Eventjes. Ja, we gaan gewoon even iets over ons kleren doen. Dat moet niet zo lang duren. Oké. Zo. Ja. Oké. Okay. Over onze koppen. Ja, wacht even. En nu kunt je boven u een gaatje maken voor uw hoofd. Eigenlijk zo. Allee, dat kan niet. Als geboren worden ze. Oké. Ja, dat is goed. Dat moet hier goed. Oké, dan gaan we nu olifant... Oh, stop! Karen, haar kapje. Tot dat scheef. Het is achteruit gezakt nu. Het is achteruit gezakt. Straks gaan de mensen weten dat je niet echt ros bent. Iedereen klaar? Goed, dan komt steenkolen met de ingrediënten. Voilà, hier in de Erlenmeijer met groene kleurstof zit waterstofperoxide. Ik heb hier een kommetje met kaliumjodide. En het is heel simpel, olifantentandpasta maak je door dat daar gewoon eigenlijk keihard bij te gieten. Wow. Hoppa! Oh, dat is koud, hoor. Een brokkenval van het water. Ja, ja. Het wordt inderdaad warm. Het is warm, Jesus Christ. Wat je ruikt is het zeepsop en de warmte die je voelt, dat is de energie die vrijkomt door die chemische verbinding die opengaat. Oh, het water, dus het H2O2 splitst in... Oh, we zitten vast, hè. Niemand we zitten vast. Ik wil eraan komen. Dat ruikt toch een beetje naar de kappers, hè. Allee, zie je hem? Je bent de kappers, die ja. Iemand even nu. Ja, maar zie hoeveel. Ja. Vandaar ook de naam olifantentandpasta, omdat het lijkt op een tube tandpasta voor een olifant. Je hebt heel veel nodig om de slagtanden te kuisen. Eigenlijk. Het is ook een beetje zoals een olifant klaarkomt, denk ik. Ik denk dat bij een olifant ook wel van het plafond. Ziezo, dames en heren, dit was de ronde. Goed geschapen. Onze bewondering voor de schepping is immens, maar af en toe ontdekken we een constructiefoutje. Iets waarvan we zeggen, dat kan toch iets beter. Dat proberen we recht te zetten in de ronde klachten aan de schepper. Als er iemand een klacht heeft aan de schepper, dan is het wel de rattenkoning. Maar weten jullie wie of wat de rattenkoning is? Dat is van H. Dat is een mens die eruit ziet als een rat. Nee, dat is het niet. Is dat niet gewoon de baas van de zwerm? Allee, zo gelijk bij bijen, de koninginnen en de... En bij ratten dan de... Allee. De zwarme ratten. De scholeren. Ja. De scholeratten. Gezellig. Maar dat weet allemaal wat ik wil zeggen. Nee. Dat is in de buurt. Is het een rat? Is het een rat? Het is geen mens, dus dat kan ik al zeggen. Het is een rat. Is het een rat? Ha. We gaan eens kijken naar een gravure uit de middeleeuwen waarop een rattenkoning staat afgebeeld. Cool. En je ziet hem onderaan iets naar links. Dat is een rattenkoning. Ja, daar ziet er niks op. Het is daarom dat ze de honden of zo. Dat zijn beesten die met hun staart aan elkaar hangen. Punten voor Karen. Ja. Ja. Ja, dus.
soort Siamese gedoe, Siamese ratten eigenlijk, die met de staart aan elkaar geboren worden. Nee, die zijn verstrikt geraakt in elkaar. Maar ik kan u daar punten voor geven, inderdaad. Ja, 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 ja. Het gebeurt soms, maar zeer zelden, dat jonge ratten in het nest met hun staarten in elkaar verstrikt geraken. Dat koekt allemaal een beetje aan door dat vuil in dat nest. En wat er dan gebeurt, is het moment dat ze het nest willen verlaten, trekken ze die knoop strak. Dus ze willen allemaal weggaan en ze trekken die knoop strak en die zijn veroordeeld tot elkaar. Ach, mooi. De voorbije 400 jaar zijn er zo'n 50 gezien, gevonden, sommige levend zelfs. Er zijn er gevonden die leefden en die wel doorvoed waren. Dus de theorie is dat die zich als één organisme gedragen. Dat die zich samen verplaatsen en samen eten. Die kunnen oud worden. Maar eten die elkaar niet op den duur, als ze te veel honger hebben? Ik neem aan dat als zou ik doen als ik met jullie samenhang, dat zou ik En wie zou die eerst opeten? Ik zou Karen eerst opeten. Ja, ja, denk ik. Ja, ik zou eerst de piercings eruit halen, laat me niet slikken. Ja, maar dus rattenkoningen, ze zijn ontzettend zeldzaam. Maar er is er een gevonden in Roeselaar in de jaren 90. Is burgemeester geworden toen, hè? Is er een gevonden. En we hebben hem bij ons vandaag. Nee. Wow, de Max. Dit is de rattenkoning uit Roeselaar uit 1990. Hij is gevonden in een bedrijf voor veevoeders. En dus de verdelgingsfirma kwam ter plaatse. En ze vonden deze rattenkoning van 7 ratten en 3 waren nog in leven. Ma. Dus die sleepten die door mee? Ja, die 3 sleepten die 4 dode ratten met zich mee. Maar die jongen zo aan elkaar precies missen van die plastiekjes waar dat ze van die veevoederzakken mee uitgemaakt zijn? Inderdaad, het zijn echt stukjes plastic die gebruikt werden voor de veevoederzakken, die ook gebruikt werden voor het nest van die rat. En zo zijn die eigenlijk in elkaar gekoekt. Kunnen we die opsturen naar Chuck Dingeser? Chuck Testa. Chuck Testa. Er zit een rattenkoning in de studio. Nope, just Chuck Testa. Dat is wel cool, hè, man. Ja. Wat hebben ze dan gedaan met die levende? Opgeten. Ik denk doodgedaan. Het was een verdelgingsfirma. Ja. Dit is er een van 7. In Duitsland is er ooit een gevonden met 32 exemplaren. Wow. Hier zien we daar een foto. Dat zijn de Duitsers, hè. Direct en frituur en opeten. Dat is ganz goed, ja. Rattenkoningsschnitzel. Ja. De naam rattenkoning komt van het feit dat ze in de middeleeuwen dachten dat dit de troon was waar de echte koning van de ratten zou opzitten. Zoals de Galliërs ook hun hoofdman dragen. Oh, dat was smerig. Je hangt dan met 7 vast en dan komt er nog een dikke rat op je gat zitten. Ze vreesden in de middeleeuwen dat dat ongeluk bracht. Natuurlijk omdat ratten toen de pest brachten enzovoort. Alleszins, als er iemand een klacht aan de schepper heeft, dan is het wel deze rattenkoning. Ze zijn veroordeeld tot verstrengeling. Tot zover de ronde. Klachten aan de schepper. Onze bewondering voor uitvinders en onderzoekers is immens. Daarom zetten wij er elke week één op onze troon. Hij of zij is 1 week lang onze vorst der vorsters. En deze week is de vorst der vorsters dokter-ingenieur Kjeld van Bommel van het onderzoeksinstituut TNO in Eindhoven. Ingenieur Kjeld van Bommel heeft iets ontwikkeld. En jullie moeten achterhalen wat. Maar, net zoals de grootste wetenschapper van onze tijd, Stephen Hawking, kan de vorst der vorsters enkel antwoorden met ja, nee of misschien via zijn stemcomputer. Kan u misschien even uw stemcomputer testen? Ja. Wat een chique rolstoel. TNO, is dat afkorting voor technologie en ontwikkeling, zoiets? Ja. Oké, ça va. Daar weten we niks mee. We gaan het toestel er gewoon eens bij halen. Oké. Dat is de uitvinding. Ja, het is een futuristisch toestel dat over enkele of over vele jaren een rol in ons dagelijks leven zou kunnen gaan spelen. Werkt het toestel? Ik zie er zo precies wat smurrie uitdruppen. Is het een soort printer, een 3D-printer of zo? Ja. Ja, maar het is niet zomaar een 3D-printer. Nee, moleculus print. Stel dat we een materie ontwikkelen die niet uit moleculus bestaat, heb je een Nobelprijs gewonnen. Wow. Yeah. En de Nobelprijs voor gebakken lucht. Oh, voedsel. Of, je kunt je eigen voedsel daarmee printen. Ja. Punten voor Henk Rijkaard.
inderdaad, meneer Van Bommel, ik onthef u van uw spraakcomputer. U kan nu vrijuit praten. Wat hebt u precies ontwikkeld? Het is inderdaad een 3D-printer, zoals je zei, om voedsel te maken. Het is eerst een spaghetti aan te maken. Hè? Wat eruit komt, is een meringue. Huh? Dus geklopt eiwit met suiker. Huh? En die gaat u nu vormgeven. En kan u hiermee ook bijvoorbeeld een hamburger met tomatensaus afprinten? Het antwoord is nog niet. nog niet? Zoals je snapt, een hamburger en een broodje erbij, en dat soort zaken, die zijn wat ingewikkelder van structuur dan een simpele meringue. Maar we hebben wel we hebben koekjes gemaakt, we hebben winegums gemaakt, chocola is redelijk makkelijk mee te werken. Maar het doel is, denk ik dan in de toekomst, dat je gewoon een recept op bestelling kan laten uitprinten. Ja, het ideaalbeeld is dat je inderdaad in de verre toekomst uit een aantal beperkte ingrediënten, net als in een keukenkastje, alles zou kunnen maken. Maar de vraag is dan, zit er dan gehakt vlees in die printer? Of zitten er verschillende eiwitten in die printer? Ik zou eigenlijk varkens en koeien in die printer die dan... Schat, de cartridge is leeg. Nee, waar we bij TNO eigenlijk liever naar kijken is alternatieve eiwitbronnen. Dus eiwitten uit algen, eiwitten uit insecten, wordt ook veel gekeken tegenwoordig. Okay. En dat je dat soort toch milieuvriendelijkere eiwitten gaat gebruiken om daar een vleesvervanger achter het product van te maken, wat toch een vleesstructuur heeft. Dus draadjes vlees gemaakt van algen eiwit. Maar dan dat heb je geen vrouwen meer nodig. Laat ik Wouter, niet uit. Als de cartridge met algen eiwit op is, moet wel iemand die gaan kopen. Alleszins hartelijk dank, dokter-ingenieur Kjeld Van Bommel. In de ronde Vrienden van de Scheire brengen wij hulde aan helden en heldinnen van de schepping. Mensen die ik wegens hun uitzonderlijke prestaties officieel wil toevoegen aan de Vrienden van de Scheire. Een absolute joekel van een vriend van de Scheire is de Canadees Troy Hurtubise. Troy Hurtubise, hier zien we hem staan. We gaan eens kijken naar Troy die rondwandelt. Hij heeft een pak aan en dat pak hangt samen met een onverwerkt jeugdtrauma van Troy Hurtubise. Troy is verwekt tijdens de maanlanding. Ah nee, dat had je kunnen, maar dat is het niet. Is het een lichamelijk trauma? Zou hij kunnen wandelen zonder het pak? Ja, hij wandelt doorgaans zonder het pak. Ah, oké. Ja. Nu, hij woont in Canada en hij ging graag wandelen in de bossen in Canada. Aangevallen door een dier. Ontvoerd door een ufo. Hij is aangevallen door een dier. Aangevallen door een beer. Door een Bigfoot. Door een beer, inderdaad. Punten voor deze beer. Troy Hurtubise ging als 20-jarige wandelen in de bossen van Canada. Hij is aangevallen door een grizzlybeer en hij heeft dat op miraculeuze wijze overleefd. Hij kwam terug thuis en hij dacht bij zichzelf... Ik ga die beer terugpakken. En dan is hij beginnen... op wraak, of wat? Ja, dan is hij beginnen bouwen aan een pak dat een berenaanval kan weerstaan. Dat heeft 7 jaar geduurd en $150.000 gekost. Oh my God. Er zit een 2-lagen titanium in, daar zit Kevlar tussen, rubberlagen, schokdempers, alles wat je wil. En Troy is iemand die niet over één nacht ijs gaat. Hij heeft het pak uitgebreid getest. Hopla. Oh, wow. Maar schitterend. Maar zijn hoofd zit daar toch gewoon in? Maar je kunt er niet mee stappen, maar je kunt er wel keihard mee vallen. Oh, mannetjes. Oh. Dan kun je altijd nog dingen breken, man. Hey, je kunt wel veilig uit. Het zit zeer ingenieus in elkaar, dus alle schokken worden opgevangen door een soort moeslaag, door een soort elastische laag. En zoals gezegd daarnet, ja, zijn hoofd zit daar wel in. Ja, het wordt echt geblokkeerd voor het punt dat je hoofd te ver ronddraait. Dus het is immens stevig, maar het weegt veel. Dat is het nadeel ervan. Dus nu is de man zoeken naar die een beer. Hij heeft een naam voor die beer, hij noemt die The Old Man. En in 1994, na 7 jaar bouwen aan het pak... is hij die old man gaan opzoeken voor de ultieme confrontatie. Tuurlijk, hij is met het pak. Het pak moest vervoerd worden per helikopter. En hij ging per paard op zoek naar dus het territorium waar hij wist dat hij woont. Hier zien we het pak. Daar komt Troy met zijn bende aangereden. Nog een beetje martial arts om hem voor te bereiden. En dan heeft hij het pak aangetrokken. Voilà, hij wordt in het pak geweest, maar gebouwd. Hij viel om, want hij heeft ontdekt dat hij enkel over perfect vlak terrein kan wandelen.
Dus ze hebben het pak achtergelaten en ze zijn eerst op zoek gegaan naar de beer om te zien of die wel op een vlak terrein was. En daar is die old man. Nee. Oh, schitterend. Maar Troy zijn pak staat 16 kilometer verder. En dat was de conclusie na 7 jaar bouwen. Oh. Ik kan niet wandelen op dit terrein. Ik kan het pak niet vervoeren. Ik heb een helikopter nodig. Dag, beer. Eigenlijk moet de beer naar een voetbalveld vervoerd worden. En ja. Maar wat ging hem in godsnaam doen, moest het wel gelukt zijn? Omdat hem zo, voor die een beer stuit. Hij ging toch weer in elkaar gechaffeld worden. Zo. Ja, voor die ja. beer te treiteren. Zo van, bid nog maar eens. Weet je nog wie dat ben? Nee. Nee, er zat een pepperspraykanon in zijn arm ingebouwd dat hij automatisch kon activeren. En er hing zelfs een zwarte doos aan. Een zwarte doos die alles zou registreren, de beer zou filmen en zijn eigen stemgeluid wow. zou opnemen. Ja. Googleman, een aanvulling? Ja, lieve Troy, Hortubis is niet de enige die een beerpak heeft gemaakt. We hebben ook een historisch beeld van een Siberisch berenjagerskostuum uit de 19e eeuw. Oef. Let op, er is een beer met een hamer. Ziezo, dit was alweer het laatste verhaal voor vanavond. Oh. We hebben zoveel bijgeleerd, lieve. Maar dat wil zeggen dat we nu, als de wie de weer gaat, over moeten naar de totaal arbitraire winnaarsaanduidingsronde. In de totaal arbitraire winnaarsaanduidingsronde proberen wij op totaal arbitraire wijze een winnaar aan te duiden. En dat doen we met de punten die jullie verzameld hebben. Alles wat jullie zitten hebben, dat zijn allemaal virusjes, bacteriën, het zijn allemaal ziekten. Goed, de opdracht is simpel. Jullie krijgen nu 1 minuut tijd om daar 3 dingen uit te halen waar jullie jezelf theoretisch mee besmetten. De persoon die door de besmetting van zichzelf het langst zal overleven... Die heeft gewonnen. Jullie tijd gaat nu in. Maar dat is een ameubel, dat kan niet zijn. We krijgen wel diarree van of zo. Ik vind deze gewoon de liefste. We krijgen de etter van achter je ogen. Oh, super schattig. Karen, ik wil graag een syphilis van je. Ja. Alsjeblieft. Dat is herpes, hè? Je kunt ook een eiken mee. Het is tof als je ziek bent dat we nog een eitje hebben. Ik zal hem vasthouden. Kijk eens, heel streng. Hitleritisch. Zeer waar ingetrokken. Ik heb mijn besmettingskeuze gemaakt. Hebben jullie er 3 gekozen? Ja. Leg die alle 3 mooi voor u en schuif de andere weg. En dan gaan we eens kijken wie van jullie het langst zou overleven. Wouter de Pre, laat eens zien, dat is een hersencel. Dus dat is een goede keuze. Is dat niet zo afgestorven hier? Nee, dat zijn gewoon... Dat wil is een jij neuron. Met je besmette poten van mijn... Dat zijn gewoon neuronen. Daarnaast ligt herpes. Zeer veel mensen hebben herpes, maar dat is een ziekte die verdwijnt en die totaal stil kan liggen. En dan, fantastische keuze, penicilline. Penicilline, ja. Antibiotica? Ja, alleen het helpt niet tegen herpes, want dat is een virus. Maar dus, zeer goede keuze, uitstekende keuze, proficiat. Wat heb jij hier? Dat is salmonella. Oh. Salmonella, slechte eitjes gegeten. Ja. Slechte eitjes maar, gegeten. Maar... Dat is een bacterie en hop, penicilline. Penicilline en dat is gedaan. En... En je hebt helemaal in het slechte voedsel gezeten, want dit is botulisme. Ook een voedselvergiftiging. Botulisme wordt ook gebruikt om, als botox. Om, om dus Je moet ze nu nog maken. En dat hebben wij gezien. Goed, laten we eens kijken bij Henk. Wat heb je daar liggen? Dat is een mooie blauwe, dat is de verkoudheid. Dat is een virus, dacht ik. Simpel virus, simpele verkoudheid. Daarnaast ligt de voetschimmel. Voilà. Dan moet je hem hebben anders. Ja. Wil je hem? Niet, niet dodelijk. Moet je zo met een voetschimmel komen? Het idee alleen al dat een voet geweest is. Niet dodelijk, maar onaangenaam. Maar Henk Rijkaard, daarnaast ligt aids. Maar daar leeft ik weet niet hoe lang mee. Niet als je verkoudheid krijgt, Henk Rijkaard. Oh. Ja.
Uw immuunsysteem is totaal weg. Dat is waar, ja. Goed, op dit moment ziet het er naar uit dat Bart Kannaerts aan het winnen is, want hij heeft penicilline en twee bacteriën. De penicilline doodt de bacteriën, tenzij dat jij hier nog overgaat. We gaan eens kijken. Ziekte nummer 1, wat denk je? Mazelen, inderdaad, dat zijn de mazelen. Dat valt nog mee, dat geneest. Maar daarnaast ligt... Het ergste van het ergste. De vogelgriep. Nee, het is zo, hè. De vogel... En... Karen, dames, als je niet sterft aan de vogelgriep, dan zal het wel zijn aan... Anthrax. Oh, Anthrax of miltvuur. De duidelijke winnaar van vanavond is Bart Kannaerts. Bravo! En als prachtige prijs wint Bart Kannaerts 3 miljoen Indische oorhaarsekonden. Alsjeblieft. Oh, wow. Ziezo, dat was Scheire en de Schepping voor deze week. Ik dank mijn paneleden, ik dank mijn eenmansorkest Stijn Kolen, ik dank Googleman en ik dank u voor het kijken. Tot volgende week. Yeah.